Hi, goeiedag. Welkom terug op mijn kanaal. Op verzoek. She Glam. Ik heb dit al eerder gefilmd. Maar het ging niet helemaal goed. Het was hartstikke warm. Ik vond de foundation niks, want het gleed van mijn gezicht af. Nou, dat. Maar. Ja, het zag er niet uit. Het was, wat ik zeg, die dag was het hartstikke warm. Het was echt vreselijk. Dus ik heb besloten om het even opnieuw te gaan doen. Ondertussen doe ik even een kleine correctie. Ja, ik had dus van die monstertjes gekocht. Dat zijn zeg maar dit soort zakjes. Van de Hydrating Foundation. Zo, beter. Zien mijn kinderen ook op. Die vond ik niet zo geweldig. Dus we gaan even. Ik kijk af en toe daar, want hier staat mijn spiegel. Dus ik heb een andere foundation. Ik had in die andere video die ik niet heb gepost, had ik er twee. En nu gaan we één foundation proberen. Maar om te beginnen heb ik de She Glam Pore Eraser Blurring Stick. Dat ziet er zo uit. Trouwens, dit wordt een hele lange video. Pak een kopje koffie of thee. For external use only, keep out of reach of children. Discontinue use if signs of irritation. En wat staat erop? Dit is een primer stick. Nou, dat begrijpen we wel. Your quest for a smooth and poreless base ends here. Throw up a peace sign to unwanted texture with our pore blurring stick. This pore minimizing stick helps to blur the appearance of pores and fine lines, providing a smooth canvas for your base makeup. Formulated with oil controlling ingredients, the stick absorbs excess oil and helps your makeup look fresh throughout the day. Plus, this no-touch applicator provides a mess-free experience, allowing you to target specific areas on your face. Ja, dit is hem. Zo ziet hij eruit. Ja, het heeft natuurlijk geen kleur. Het is een stick. Op mijn wangen heb ik nogal wat textuur, dus gaan kijken wat hij daarvoor doet. Nou had ik al een pore blurring primer op, dus dat is niet helemaal eerlijk van mij. Beetje op mijn neus, beetje op mijn voorhoofd. Nou, we gaan kijken. Ja, in eerste instantie zie ik hier wel dat het geblurd heeft. Maar ja, dat is. Wacht heel even. Ik haal even een tasje dichterbij, zodat ik de doosjes kan weggooien. Het volgende wat ik heb, en dan doe ik mijn bril weer op. En iemand had een hartstikke goede idee over lenzen, leeslenzen. Maar dat durf ik niet. Dit is de She Glam Skin Magnet High Coverage Foundation Stick. Daar had ik zo'n kaartje van met zes kleuren. Om te proberen ook in de vorige video. Maar die heb ik opgemaakt inmiddels. Wat zeggen ze? En die heb ik in de kleur porcelain. If you're looking for a portable and easy to use foundation, you've come to the right place. Our She Glam Skin Magnet High Coverage Foundation Stick adheres to your skin with magnet-like strength and locks in your look. Featuring a technology-driven formula, our foundation stick provides a stunning natural skin-like finish that won't cake up.
Plus, this unique formula is made up of various oils with branched chain structure, providing a breathable and light texture that doesn't melt off your skin. And in case you need to get ready on the go, the portable compact twist to reveal packaging makes it ultimate travel makeup companion. Zo ziet hij eruit. Ja, nou, we weten dit hoe we moeten gebruiken, hè. Dit komt met een boekje in een hoesje. En dan is dit het product. Wat zegt het boekje? High coverage magnet-like strength and blurring effect. How to use, apply primer to moisturize skin, swipe foundation stick over chin, forehead, cheeks and center of the face, blend in with a sponge brush or fingertips. Ja, nou, dat dus. Het is gewoon een pamfletje hoe je het moet gebruiken. Maar dat hadden we wel begrepen, denk ik. Dan is dit de stick. Hij is heel creamy. Mijn Boozy Shop Foundation kwast. Ja, hij blendt heel mooi in je huid. Maar je hebt wel meer nodig. Kijk, want hier. Ik zal het even een beetje stippelen. Misschien helpt dat. Heb ik echt wel meer dekking nodig? Dat helpt niet echt. Ik vind het niet echt full coverage, als ik heel eerlijk ben. Misschien dat je dat er wel uit kan halen. Sorry, ik heb heel slecht geslapen. Ik heb ontzettend last van branden en jeuk in de ogen. Vannacht is Wessel weggegaan. Weggegaan klinkt zo. Op vakantie gegaan. Nou ja. Hij is een weekje weg. Hij was één dag thuis. Daarvoor was hij weg vanwege zijn werk. Had een rijopleiding. Hij heeft alles gehaald nu. Dus het jaar is definitief voorbij. Maar hij moest om 3 uur opstaan. En ik ga natuurlijk niet mijn kind weg laten gaan zonder even gedag te zeggen. Dus het was een gebroken nacht. Oké, wat vind ik hiervan? Het geeft niet een hele hoge high shine gehalte. Het is niet, zeker niet dewy. Even kijken of ik... Dit is de She Glam Sponge. Die heb ik al gebruikt. Hij is nu droog, hè? Maar en zo zacht is hij dus. Oké, dit geeft een hele mooie soft, mat, natural finish, hoor. Ik ben op zich niet heel erg van de stickproducten. Dan moet hij een beetje beter geblend worden. Maar dit ziet er wel heel mooi uit, moet ik zeggen.
Oké, dan heb ik een aantal concilies. Tenminste, twee concilies. Ja, ik heb er drie. Maar dat... Nou ja, goed. Dat is de... En dan moet ik heel even de doosjes erbij pakken. Want ik had natuurlijk al uitgepakt. Dit is de Chiclem Complexion Boost Concealer in de kleur Pearl Pink. En dit zegt dan... Featuring a high coverage concealer enriched with phytosterol oxalate and 100% oil of source squalane. Nou. En die andere, momentje... Ik heb alle doosjes bewaard. Dat is... Nee, dat is hem niet. Ja, deze. De Chiclem Like Magic 12 Hour Full Coverage Concealer. En dit is de kleur Fair. En die andere in light pink is zo'n cushion concealer. Die gaan we even onder de ogen aanbrengen. En op de neus blijkbaar. En goed dichtdrukken. En dan doen we deze ver even nog als extra dekking. Op de roodheden. Oké. Mooi. Wel goed uitblenden, Troel. Ik vind het lekker vaak om dan nog even met de spons overheen te gaan. Ja, oké. Ik moet zeggen, jongens, dit ziet er heel flawless uit. Echt... Echt. Oké, dan heb ik in de kleur chestnut de concealer. Als ware een bronzer, maar die is een beetje... Weet ik niet. Ken je dat gevoel? Als je een beetje... En ik heb al de liquid bronzer en blushes van... Chiclem. Ja, dit is wel heel mooi hoor. Dit is een hele mooie bronzed look. Het is net niet oranje genoeg. Dan heb ik als poeder de Chiclem Powder Foundation. En ik heb de... Gaan we het doosje weer pakken. De Chiclem Hydro Touch Refreshing Setting Powder. Een loose powder. Het is niet te lezen. Het is roze lettertjes op een roze verpakking. A loose powder made of water. Yep, you heard it right. This water-based setting powder leaves your skin looking natural and fresh all day. Plus, it removes unwanted shine from your base while hydrating your skin for the perfect base. Literally,
Wet to the touch, this powder refreshes the skin and doesn't fly away while applying. Ik ga eerst mijn onderogen doen. Met mijn Pat McGrath ding. Dat ga ik niet hiermee doen. Want dan ben ik bang dat ik eruit zie alsof ik 86 jaar oud ben. Zo. Goed. Zo ziet hij eruit. Dan draai je hem open. En dan zit er zo'n dingetje in met zo'n zeefje. Ik heb hem natuurlijk al gebruikt in die vorige video. Het is heel raar. Het is een droge poederkwast. Mijn poederkwast gewoon. Droog. En hij wordt zometeen echt nat. Het is zo vreemd. Nu al voel ik dat het nat wordt. Het was zo raar dat ik gewoon Dennis op zijn hand heb laten voelen. Moet je nou voelen wat hier gebeurt? Het ziet er echt wel. Ja, het enige nadeel hiermee is dat je het niet helemaal droog krijgt zoals ik het wil hebben. Maar misschien droogt het op, hè? Dat weet ik niet. Vorig jaar had ik me 's avonds opgemaakt en dan haal je alles ook gelijk weer eruit. Niet zeggen. De wenkbrauwen. De wenkbrauwen was de Brow Faction Angled Brush and Dip. Press the top button of the brush to dip into the powder liquid. And flick the product swiftly onto your brow area. Ja. Het doosje er zo uit. En het product ziet er zo uit. En dan moet je dus, ik weet niet of je dat kan zien, hierop drukken. En nu zit er dus product op. Dan draai je hem open. En dan heb je dus product. Maar het is een beetje warm. Even. Kijk, op gewoon, als ik in de spiegel kijk, is het een gewone kleur. Maar op camera is het heel rood. En dat is het niet hoor. Je verwacht dat je namelijk een poeder opdoet. Maar het is een... Ja... Nou, dan moet ik hem even terug doen en weer zo. En dan zit er weer product op. En dan haal ik weer een beetje van mijn handen af. Nee, ik probeer het heel lichtjes te doen. Op zich is het geen slecht product. Echt niet. Dit is de kleur taupe. Wat ik zeg, ik weet dus niet of dit de goede kleur is, wat ik hier zie, of wat jullie zien.
Dat ga ik jullie weer doen. In het echt ziet het er goed uit. Op de camera lijken mijn wenkbrauwen gewoon rood. Ja, nou dat dus. Dan heb ik een aantal blushes. Ja. Allereerst heb ik deze gekocht. En die gaat zo open. En dan is dit... Ja, weet je, dit is zo goed. Die oortjes. Het is gewoon... Het is een Care Bear. Een troetelbeer. Oh, god. Je moet het doen. Het is lekker zacht. Gewoon voor de heb, hè. Niet om te gebruiken. Wel heb ik 3 blushes om te gebruiken. Ik ga de doosjes niet meer zoeken, hoor. Dit is de She Glam Define Flush Matte Blush in de kleur Seduction. En wat ik inmiddels geleerd heb, want ik heb hem een aantal keer gebruikt, is dat ik de verpakking heel slecht open krijg. Het is een roze verpakking. Verpakkingen zijn echt van She Glam. En de kleur is een beetje een ombre kleur. Mat, een beetje natuurlijk. Dit is een highlighter. Dan heb ik de Glam 101 Hybrid Highlighter en Blush Duo. In de kleur Saint-Tropez. Nou, hè? We zijn dol op Saint-Tropez. Dat ziet er zo uit. Oh, er zit een plasticje voor. Dat ziet er zo uit. Ik ga even swatchen. Dit is Seduction en dit is Saint-Tropez. Zie je ze? Ja, het is heel lichtjes hoor. Ja, nou. Laten we voor Saint-Tropez gaan. Seduction komt vast nog terug in andere video's. Ik pak even een wat kleinere kwast. Daarvan haal ik even de blusje af die er nog op zat. Bronzer hoeven we niet te doen, want die zit er nog. Dus ik dip er een paar keer goed in. En dan krijg je een matte blush. In een beetje roze getint. Het pigment, als je veel pigment wil, moet je het even opbouwen. Even mengen met de, hoe heet dat, bronzer. Mijn gezicht gaat echt opdrogen nu. Die poeder is zo raar. Nou, oké. Oké. Dan heb ik van highlighters. Ik heb de Glow Gloom Liquid Highlighter. Nou, die heb ik al in de kleur vanilla. Dat is deze. En dit is Bellini Brunch. En die is mooi. Ik vind hem mooi. Het is niet wit. Ja, het is een beetje veel dit. Het is niet... Even mijn handen afvegen. Het is niet wit. Die vanillekleur is helemaal wit. Dit is niet wit. Dan heb ik de highlighter die natuurlijk van de Saint-Tropez versie komt. Oh ja, mooi. Ik ben niet een hele grote highlighter fan. En dan heb ik de She Glam Cosmic Crystal Mousse Highlighter. In de kleur Pinky Promise. Dat zit in zo'n doorzichtige verpakking. En dan krijg je het product ook in zo'n doorzichtig doosje. Die ik vanzelfsprekend weer niet open krijg. Ik weet niet wat er mis is met mijn handen de laatste tijd. Het is een beetje grijzig. Oh, het voelt heel zacht. Mooi. Het zijn wel 3 verschillende kleuren. Ja, het zijn wel 3 verschillende kleuren. Alles komt natuurlijk wel terug in mijn everyday bakje.
Ik ga de Saint-Tropez doen. Die vond ik toch het leukste. Dan heb ik... Daar heb ik altijd deze van Real Techniques voor. Dit is een light layer brush. Oh, wauw. Oh, niet te veel doen. Kijk eens. Oh. Niet te veel doen. Het is heel erg blinding. Dit heb ik allemaal gebruikt. Ja. Beetje nerveus. Ik heb... Je moet ook iets geks proberen af en toe. De She Glam Get Foxy Eye Stamp en Liner Pen. In de kleur black, want ja, dat was de enige kleur. Ik heb altijd liever bruin, maar ja, goed. Nou, die had ik op mijn handen gestempeld en die zaten echt ongeveer een week. Je hebt hier een stempel. Die loopt een beetje gebogen. Maar ik denk dat als je hem hier gebogen doet, dan loopt hij daar naar beneden, in mijn gedachtenis. Oh, en hier is deze ook gebogen. En dan in het midden zit een pen. Ik gebruik dit meestal niet. Dit is deze kant. Ik ga hem proberen hier te stempelen, zodat hij een beetje om mijn hangende oogleden heen loopt. Het werkt wel. Kijk, deze werkt al beter, zie je dat? Maar dan moet je dus met de pen... Oh, ik ben hier helemaal niet goed in. Het puntje maken en even een beetje bijvullen. Die is langer, zie je? Moet ik dan ook... Een heel klein beetje... Ja, dat is het probleem, weet je. Ik ben hier natuurlijk ook niet gewend mee. Het werkt wel. Wat vinden we ervan? Ja, het werkt wel. Ik moet alleen dan nog iets meer oefenen met het echte zetten van de eyeliner zelf. En ik moet altijd zeggen dat links is wel gewoon mijn slechte oog, zeg maar. Dat, op een of andere manier lukt dat nooit echt. Ik ga heel even mijn wimpertjes krullen. En dan doe ik even de So Defined van Wet n Wild op. Nou, die ligt hier toevallig nog.
Ik wil het puntje hier toch iets strakker hebben. Nou, dat is een kwestie van oefenen, denk ik. Waar is nou dat mijn... Ik heb hier een beetje mascara gemorst. Met een beetje oefening komt het goed. Maar, wat vinden we van de look? Dan heb ik 2... Mascara komt nog een beetje bij hoor, zometeen even laten drogen. 2... lippenselen van Chic Glam. Dit zijn de So Slippy Lip Liners. En ik heb de kleur 527. Ze zijn, je ziet aan de buitenkant niet de kleur. Dat is een meer nude kleur. Ze zijn natuurlijk allebei nude, hè, want ja, doen we wel eens iets anders. Een meer koele en een meer warme toon. We gaan de koele toon gebruiken. Ik heb een aantal leuke lipproducten. Ze hebben pigment genoeg. Ze zijn niet heel creamy, maar niet heel zacht. Ik moet helemaal wennen aan die wings. Het trekt niet aan je lippen bij het opdoen, zeg maar. Dus dat is goed. Dan heb ik zo'n lippy pen. Zou daar een kleur op staan? Oh ja. Een walk on the beach is dit. Nou, dat is dan zo... clicky pen. Deze is heel mooi nude. Echt nude. Voelt goed, voelt als een lippenbalm. Het tinkelt een beetje. Optie 1. Ja. Optie 2, die ik heb, is de Chic Glam Mirror Kiss High Shine Lipstick in Own Your Shine. Dat is deze. En dan komt er een best... Het is best heel zwaar, die lippenstift. En dan komt dit eruit. Het is heel zacht. Met een niet hele grote kleurbasis. Maar het glittert en het glinstert en het shined heel mooi. Mijn doekje is op de grond gevallen. Het is een glanzende lippenbalsem en deze is een beetje parelmoerig. In het echt is hij niet zo wit als op... als op beeld, maar in het kader van soms moet je iets geks doen, ja, heb ik de Chic Glam Lip Dazzler Glitter Kit. Deze zag ik bij Sarah Mariek in een andere kleur. Dit is de kleur Debutant. En wat zegt hij? The ultimate 3-in-1 kit has arrived. Reach out for Lip Dazzler Glitter Kit every time you have a glamorous outfit or casual day out. For a lip that dares to dazzle.
including a lip adhesive, brush, glitter and liner. Our kit makes it ultra fast and simple to get a red carpet worthy look. Nou. Het zag er bij haar hartstikke mooi uit. Ook ik word geïnfluenced, zeg maar. Oké, dan hebben we de lip liner. Dat staat gewoon op. Waar staat dat? Oh, nee. Hier. Lip Dazzler. Oh, het is een hele warme kleur. Heel warm. Deze is romiger dan die andere lippenpenselen. Zo. De kleur op zich zou ik niet zo gauw doen. Dan hebben we de lip adhesive. En dat is eigenlijk een soort... Ja, zo ruikt het ook. Lijm. Ja, het voelt als lijm. En dan hebben we het kwastje en de glitter. Met een sponsapplicator en een brush. Oh, zal ik de sponsapplicator doen? Het is heel... plakkerig. Als je het met de sponsapplicator aanbrengt... En dan vervolgens met het kwastje zo uitbrengt. Het is wel, je zit er onder de glitter hoor. Oké. Deze kleur geeft niet heel veel kleur. Ik zou de lip liner er niet meer bij gebruiken. Ja, als je dan wat meer glitter op doet. Dan gaat het plakkerige gevoel weg. Oh, je voelt ze ook tussen je tanden. Oké. In kleine hoeveelheden aanbrengen. Zie je dat? Plak nog een klein beetje.
Ik heb het gevoel dat het in het echt meer glittert dan op camera. Ja, ik zou het proberen met een kleur eronder, want het geeft gewoon niet heel veel kleur. Of een lippotlood en dan heel je lippen, maar niet deze kleur. De kleur die Sarah had was echt heel leuk. Het is wel een look. Nou. Ja, mijn gezicht droogt op zich redelijk op. Ja, wat vind ik er allemaal van? Na 41 minuten. Ja, het zijn allemaal echt goede producten. Ik wilde er nooit aan. Ik doe nog een klein beetje een laagje mascara erbij. Zo, en even beneden. Die doen ook graag mee. Het plakt nog wel. Maar het glittert wel leuk. Het is wel leuk. Ik weet niet of jullie het goed op beeld zien. Wat ik in de spiegel zie is dat mijn wenkbrauwen prima zijn. Op beeld vind ik het een beetje rood. De lippen vind ik in het echt glanzender dan op beeld. Denk ik. De primer. Ja, prima. Ik zie hier nog wel textuur. Maar ja, goed, dat heb je. Mensen hebben textuur op hun huid. Het is wel pore filling, inderdaad. Dus die zal ik zeker gebruiken. De foundation stick vind ik prettig. Het is heel creamy. Het is heel fijn. De concealers zijn prima. Alles is prima eigenlijk. Ik heb... Ja, of ik die wings nog een keer zou doen, dat weet ik niet. Ik weet gewoon niet of het mij staat. Ik ben benieuwd wat Dennis er zo van vindt. Ja, of ik deze lip met die... Ja, misschien wel, maar niet met deze potlood. En dan zou ik de glitter nog wel gebruiken. Ik vind het op zich wel heel cute. Ja, nou, dat. De Poeder Foundation, weet ik, is een heel fijn product. Eigenlijk is alles fijn, ja. Ik kan er verder niet zoveel van zeggen. Het, weet je, ik heb me er heel lang tegen verzet. Maar het zijn fijne producten. Ja. Nou, dat dus. Meer kan ik er niet van maken. Het zijn gewoon mooie, fijne producten. Voor een goedkope prijs. Ja. Nou, dat dus. Goed, ik hoop dat je het een leuke video vond. Ken jij de producten? Heb jij de producten? Gebruik jij de producten? Laat het weten of raad je iets anders aan. Laat het even weten in de comments, want elkaar helpen en ideeën geven is natuurlijk altijd leuk. Heb je andere merken waarvan je zegt, ik wil graag dat je die een keer probeert, dan laat het ook even achter. Ik heb Helles en Maurits nog op de planning staan. En verder kan ik alleen maar zeggen, duimpje omhoog. Bedankt voor het halen van 200 abonnees. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!